Dit jaar wordt het beste jaar voor de Nederlandse economie sinds 2008, dat meldt de Nederlandse Bank. Door de aantrekkende consumptie groeit het bruto binnenlands product dit jaar met 2%. De helft van de waarde van het vastgoedconcern van de geliquideerde onderwereldbankier Willem Enstra gaat naar de staat. Het gaat om een bedrag van 40 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie. De Nederlandse aardoliemaatschappij neemt bewoners van het Groningse bevingsgebied niet serieus en schuift alles af. Dat betoogden de advocaten van de Stichting Waardedaling door Aardbevingen Groningen voor de rechtbank in Assen. Volgens de advocaten is het tekenend dat de directeur van de NAM niet aanwezig was. Bij deze flat in het Drentse Hogeveen is in de nacht van zondag op maandag een 8-jarig meisje doodgevonden. De politie kreeg een melding van zelfdoding, maar het meisje kan ook zijn gevallen. Haar moeder is aangehouden. Het Metropoolorkest kan blijven bestaan en ook het Tropenmuseum in Amsterdam blijft open. Ze krijgen de komende jaren toch subsidie van minister Jet Bussemaker van Cultuur.